Mijn beste vrienden, Paramaribo groet u met een biki brassa, straight from the heart, yes! Luister nou, mijn beste vrienden, all over Suriname zitten in allerlei djugu-djugu en allerlei mooie en lastige problemen. En een van die geweldig interessante, maar ook lastige problema's is de zaak Boutersen. Ja, dat is voor juristen en niet allemaal van u is jurist. Dat geeft ook niet. Daarvoor hebben we een aantal goede en stevige juristen die allerlei mogelijkheden bieden. Zolang u maar bereid bent om mee te denken. De nabestaanden die vragen zich af wat er nou gebeurt. Die zaak duurt heel lang en deze mensen ja, willen genoegdoening. Ze willen dat de schuldige bestraft wordt. Maar is dat zo eenvoudig? Nee, het is niet eenvoudig. Want u weet, in het land der blinden is Kanhai koning. Ja, laten we het eerst hebben over het feit dat in 2012 er een amnestiewet kwam in Suriname. Waardoor de schuldigen in de zaak van de 8 december moorden eigenlijk vrij uitgaan. Want dat is amnestie. Amnestie betekent kwijtschelding van schuld. Om heel eenvoudig te zeggen. Kwijtschelding van schuld. Dat betekent, zo'n amnestiewet gaat naar de Nationale Assemblée, ons parlement. En daar wordt die wet besproken en wordt beredeneerd. En dan geeft een gewone meerderheid geeft daar goedkeuring aan. En dan gaat die wet terug naar de president en die sanctioneert het. Sanctioneren wil zeggen, hij keurt het goed. Dat wil zeggen, er is amnestie. Nu was het zo dat in 2012 Boutersen als president aan de macht was, dus je mag rustig stellen voor ons eenvoudige mensen, dat de president zichzelf amnestie heeft verleend. Dat was in een zaak die reeds lopende was, maar dat is een kwestie wat de juristen allemaal mogen gaan uitzoeken. Nou, we maken een sprongetje en een paar maanden geleden heeft de krijgsraad de ex-president veroordeeld tot 20 jaar gevangenis. Maar wat wij gemist hebben en wat ook die nabestaanden gemist hebben, is dat de krijgsraad heeft gevorderd gevangenneming. Maar het zijn twee dingen toch? Je leest van strafu, dus je wordt gevonnist voor 20 jaar, maar daaruit moet volgen gevangenneming. Maar die gevangenneming is niet gebeurd. Nu kan dat verschillende juridische oorzaken hebben. Maar in elk geval is het zo, de zaak gaat naar het hoge beroep. Je hebt ook als hoge beroep aangetekend. Dan gaan die hoge rechters gaan zich daar uitspreken over 20 jaar of geen 20 jaar. Stel dat de krijgsraad vasthoudt aan die 20 jaar cel en het hoge beroep neemt deze eis van de krijgsraad over, dan is het formeel dat er een uitspraak is in de zaak Boutersen waarbij gesteld wordt, de man moet 20 jaar zitten. Maar dan is er iets heel raars aan de hand. Want op dat moment gaat weer die amnestiezaak spelen. Hij kan dus rustig stellen van luister, no? Er is amnestie verleend in deze zaak. Dus
jij kan deze man niet achter tralies krijgen. Begrijpt u het probleem? Nu zijn er heel veel mensen die zeggen, nee, maar de krijgsraad en de rechters hadden rekening gehouden. De amnestie was opzij geschoven, dus ze hadden geen rekening gehouden met die amnestie. Het is niet, ze hadden wel rekening gehouden met de amnestie. Dat is niet waar. Die rechters hebben over amnestie helemaal niks gezegd. Het enige wat ze gedaan hebben, is zorgen dat de zaak zo goed en zo snel mogelijk moet worden afgehandeld. Want dat staat ook in de wet. Je moet die zaak op een redelijke termijn afhandelen. Maar ja, goed, dit is al geen redelijke termijn waar we het nu over hebben. Maar in elk geval gaat bij een mogelijke in gevangenis nemen. Dus wanneer die man echt gaat willen opsluiten, komt dat poppetje weer uit die doos hoor. En het poppetje zegt, hier is een amnestiezaak. Die man heeft amnestie gekregen, dus dan is, je mag hem wel vonnissen, dat is goed, je mag hem vonnissen. Maar daarvoor is die amnestie. Hij hoeft niet te zitten, hij hoeft zijn straf niet uit te zitten. Beste vrienden, dat wordt een hevige discussie tussen pro's en contra's en tussen juristen onder elkaar, want dat ding wordt best interessant. Wat is nu gebeurd? En daar is een lastig ding om even te snappen, maar heel even en helder. Wanneer je een amnestiewet afkondigt die betrekking heeft op een bepaalde zaak of een bepaalde persoon of personen, en die wet blijft in stand, dan geldt die wet gewoon. De enige manier om die wet ongedaan te maken, is die wet opnieuw te bespreken in de Nationale Assemblée en die wet ongeldig te verklaren. Dan kan op dat moment niemand zich meer beroepen op het feit dat er amnestie is in die zaak, want die wet bestaat niet meer. Nog een keer. In 2012 was de man president. Hij verleende zichzelf amnestie. De DNA keurde het goed. Die wet die is blijven bestaan. Die is nooit teruggedraaid. Dus wat zou de nieuwe regering moeten doen? Willen ze ooit de zaak verder krijgen en de nabestaanden hun genoegdoening geven? Dan zou die wet moeten worden teruggetrokken door de DNA. En daar is een gewone meerderheid voor nodig. Je hebt geen 2/3 meerderheid, maar een gewone meerderheid. Maar zelf dan heb je een groot probleem. Maar de juristen, Sunil Sukhlal en Chris Mahabir, hebben dit ding haar fijn uitgezocht. En zij kregen natuurlijk geen gelijk, want u weet, in Suriname is dat ding met de wet zo dat de ene ziet het van deze kant, de ander ziet het van die kant, die ene weer ziet het van deze kant en het wordt één taktakkie en één jugujugu. We zijn er dus nog niet uit, maar het probleem is gesteld. We hebben nu de regering Santokki Brunswijk. En met de laatste hebben we een krasidee. Want, beste vrienden, denkt u dat een meerderheid in de DNA te vinden is voor het terugdraaien van de amnestiewet? Denkt u dat? Los van het feit dat het gewoon belangrijk is dat in hoger beroep ook de hogere rechters die zaak overnemen en zeggen van 20 jaar straf is 20 jaar straf. Gevangenisneming is een ander verhaal. Beste vrienden, het is een geweldig mooie padstelling en ik wil graag zien wat die juristen met elkaar gaan doen. Want u weet, in het land der blinden is Kaan hij koning.
tot later. Para Mario, groet u met een Gran Biggie Brasa. Straight from the heart, beste vrienden. Tikke easy. Vergeet niet, blijf denken.